Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een uitdaging aan van Rico Story. Dat is een YouTube kanaal. Ik leg er zo nog wat over uit. Dus, meer heb ik niet te zeggen. Tot zo. Mijn pakketje is eindelijk aangekomen. Wat is dit voor een hoesje? Dat ziet er beter uit dan de andere kant. Kijk maar. Dit is de andere kant met het malletje. Dit is wat ik geschilderd heb. Maar laten we eerlijk zijn, ik ben dus geen Willy Wortel. Ik heb mijn best gedaan. Ik denk ik maak een custom zonnebril. En dat is dus helaas niet gelukt. Ik daag jullie allemaal uit om hetzelfde te doen. Maak een custom zonnebril van jezelf of van mijn kanaal of van Kian zijn kanaal. En upload je video en dan zie ik de resultaten graag tegemoet. En tot volgende week. Let's pimp this thing. Nou, wat we gaan doen op Rico's kanaal, daar heeft hij een bril gepimpt met zijn eigen naam en heeft hij op de pootjes gezet. Ik ga kijken of ik het iets beter kan doen. Dus ik ga I am Kian, mijn tekst van mijn kanaal, hier zo op de pootjes van deze bril zetten. Dus het eerste wat je moet doen is de schroefjes uit de scharniertjes halen, zodat je de bril makkelijk kan werken, zodat de pootjes eraf zijn. Zo, de pootjes zijn er afgehaald. Zorg ervoor dat je de schroefjes goed bewaart. Wat we nu gaan doen is een malletje maken voor op de pootjes met de stickersnijmachine. Dus op naar de computer. Ik heb vier keer mijn naam in een sticker gemaakt. In twee verschillende lettertypes. Dus ga ik het nu printen. Misschien kunnen jullie het al een beetje zien. Er staat echt I am Kian. Het is een beetje fout gegaan. Maar ik ga kijken of we er nog wat van kan kunnen maken. Ik ga ze nu uitknippen. En dan moeten we met een mesje gaan pielen. Om die letters eruit te halen. Want daarna gaan we het spuiten. En dan moeten die letters eruit zijn. Zo. Na een hoop gepriegel is het eindelijk af. Wat we nu gaan doen is we doen een strook plakband. En die plakken we er zo recht mogelijk overheen. Zo. Gaan we nu erop maken. Eens even kijken hoe doe ik hem op mijn hoofd. Zo. Niet zomaar zo. Niet zomaar zo. Ja. Dan moet je het, als die zo op mijn hoofd zit. Hij moet ongeveer daar beginnen. Dan haal ik de sticker eraf. De achterkant van de sticker bedoel ik. Niet de sticker zelf. Wow, dat ziet er zo cool uit. Zo zit hij goed. Moet je nu heel voorzichtig de plakband eraf halen. De stickers zitten erop. Wat we nu gaan doen, is we gaan ze afplakken. Kijk hoe mooi ze zijn. Ik vind ze zo goed gelukt. Maar ja, dan plak je het erop. Alles wat niet wit mag worden, heb ik afgeplakt. Dan gaan we nu naar de krant toe. Ik heb even snel iets in elkaar geflutseld. Pakken we de verf. Even schudden. En laag 1. Wachten. A few minutes later. En laag 2. Wachten.
A few minutes later. Five minutes later. Het is nu een tijdje later. Ik hoop dat het goed gelukt is. Haal ze eraf. Hoop dat de verf droog is. En dan ga ik het proberen uit te pakken. Ik begin met deze. Zo. Nu moeten we dat grijs eraf halen. Daar moeten we zo nog even aandacht voor besteden. Wauw! Je moet zo die kleine stipjes op de A nog weghalen met dit haakje. Ik doe het nu al even. Ik vind het echt heel goed gelukt. Ik ga dat andere pootje zo nog even doen. Hij is goed gelukt. Het ziet er echt professioneel uit. Het was ook wel een beetje mijn bedoeling. Ik ga nu de pootjes erin schroeven. Deze nog even inschroeven. Gedaan. Zo, hoe is hij? Helemaal top volgens mij. Ik vind hem echt heel cool gelukt. Nou, dit was het weer voor deze video. Volgende week komt er een hele toffe video. En ik heb deze video iets van tevoren opgenomen voor zondag. Dus ik heb nu bijna 600 subs. Misschien heb ik zondag al 600 subs. Zou helemaal top zijn. Doe er nog even 150 bij. Want dan heb ik 750 en dan ga ik ook wel wat bijzonders doen. Maar ja, like en abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende video. Damn.